Dat was zo. Dat deed in ieder geval wel zeer aan mijn neus, dat weet ik wel. Abonneer en like op Crossjumps. Cool. We hebben nieuwe sokken binnen. Het zijn gelukkig maar een paar pelletjes, maar we hebben de hulptroepen ingeschakeld. Hallo. Yo. Hallo. Lukt het, jongens? Ja. Hey, de hulptroepen. Hoppakee. Oh, de hulk. Hoppakee. En hulk. Oh, nee. Hey. Beste is dat je ze doorgeeft, denk ik. Ja, zo'n sneakers. Ja, soms. Gewoon doorgeven is het makkelijkste. Sneakers aan deze kant. Long socks nodig. Oh, nou heb jij nieuwe sokken nodig. Ja, ik ook. Ja, dat zeggen ze. Ik heb ineens nieuwe sokken nodig. Nou, dan mogen jullie dadelijk een nieuwe sok testen. Hoppa. Vijf pallets, Jochen. Vijf pallets. Ja, dit is nog maar het begin. Long socks. Dan zijn jullie wel de eerste die ze hebben, de long socks van Crossjumps. Dit zijn wel heel erg mooi, of niet dan? Yes. Kijk, dit is de onderkant. En dit is de bovenkant. Crossjumps. Dat is het lekker Crossjumps. Nou, ik ga ze aantrekken. Ga ze maar eens testen dadelijk. Ja, Martijn, je bent te groot. man. Oh, die shit, die dingen zitten lekker. Hey Devin! Kijk naar jongen. Hoppakee. Vet. Voelt lekker? Wow, nieuwe sokken. Mooi kleurtje. Ja. Lekker ook. En ze gaan niet uit in de foamput, want er zit een elastiek randje om. Zit goed onder de hoek. Die wil ik ook wel. Het zijn €3,50. €3,50? Ja, dat is geen geld, hè. We hebben nieuwe sokken bij Crossjumps. Lange sokken, dus deze gaan niet meer uit in de foampit. Blauw, met grip. En we hebben ook een hele mooie. Armbeschermers voor de mensen die de codies af en toe de arm overgaven. En we hebben er gelukkig heel veel. Hey. Ik heb een doos op hoofd. Nou. Er zit een sok in de tand. Weet je wat nou baal is? Ik schaaf met mijn gezicht over de trampoline heen. Maar ik heb zaterdag een etentje met mijn schoonfamilie. Zal ik daar mijn hele gezicht onder kosten? Devin, weet je hoe vaak het eindigt is? Weet je hoe vaak jij zegt, zal ik dit eens doen? En dat het dan zo eindigt. Vaak. Maar zeg maar, jij met je handen op je gezicht. Ik hoop dat je heel veel gaat zien op te pillen. Nee, dat was zo. Dat deed in ieder geval wel zeer aan mijn neus, dat weet ik wel. Zou het wel een keer knapper op geworden? Ik denk het niet, maar... Ja, ik gewoon zo. Ja, ik zag het. Ook met mijn neus dubbel zo. Kijk. Ja, ik heb geen goede indruk, Devin. Ja, dat weet ik niet, hè. Bezig, Devin. Je weet alles van mij. Ik altijd. En wat ben jij aan het doen? Ik ben een zwemmer bij Jochen. Je bent aan het kijken hoor. Hoe hard ik aan het zwemmen ben. Ik vind het heel jammer. Jullie mogen even kijken jongens. Gaan we... Hoe is het, zware jury? Ja. Het is wel lastig. Het knopje de hele tijd indrukken en dan stopzetten. Dat is wel... We weten wel wie we die taak geven. Kai, wat moeten ze nou doen? Het parcoursje is net een beetje veranderd. Dus ze zijn nu aan het kijken naar het parcoursje, hoe ze het snelst dan af kunnen leggen. En wat nou de slimste weg is om te pakken, wat de kortste weg is, wat de snelste weg is. En daarna gaan ze kijken wie het snelste kan. Ik ben benieuwd. Oké, dus hoe moeten ze het nou doen? Ze beginnen zo meteen hier op de blauwe matjes. Ja. Dan starten ze op de rem. Ja. Gaan ze naar de overkant, tikken ze de blauwe muur aan. Komen ze terug en ze eindigen als ze op de bal zijn. Als ze op de bal zijn, stopt de tijd. Ze mogen de muur aanraken met hun voeten, handen wat ze zelf willen. Op het moment dat ze de grond raken, komen er 5 strafseconden bij. En ze hebben 2 keer de kans om deze run te doen. Thank you.
En gefeliciteerd, maat. Kom hier, is het leuk! Dank je wel. Dat wil ik net doen. Kom, pak ook goud. Extra applausje voor Kai, want die heeft alles georganiseerd. Ja. Twee keer, eerste geworden. Nou, voor jou kan het niet kapot, hè? Vond je het leuk? Ja. Ja? Heb goed je best gedaan. Dat is jammer. Twee keer eerste. Man. Kai, die wou naar huis gaan, maar die was zijn ei vergeten. Bij ons moet iedereen zijn eigen zooi opruimen. Dus Kai, waar moet je komen? Nee, niet bovenhand, hè. Wel onderhand, hè. Oh, wacht. Hij was raar. Ah jongen, schoon lekker op. Dat is echt smerig. Nico, wil je even opruimen? Ja, is goed. Oh, het is nog niet opgeruimd. We hebben nog meer. Was hij lekker? Hij was heerlijk. Ja. Martijn, kun je nog een beetje van mijn schouder afhalen? Ja, man? Dus daar zit hij nog een beetje. Oh. Nico, jongen. Goed bezig, maatje. Ja. Daarom heb je ook een medaille gekregen, hè? Het is je boy, Brett Raket, samen met mijn grote vriendin, Julie. En volgens mij, jij komt net binnen met iets en ik vind het prachtig. Wat heb je gemaakt? Trampoline met foampit. Je hebt een tekening gemaakt, super vet. Dit is wel tot nu toe de beste Eurotram tekening die ik heb gezien. Hij is ook super gedetailleerd. Niet normaal. Ik vind hem kei gaaf. En het is ook volgens mij de eerste gymnastics tekening, toch, Jochen? Wat? Laat maar. Ja, ik vind hem super vet. Zullen we hem een mooi plekje geven? Ja. Dan ga ik hem gewoon boven Jochen hangen. Ja, dit is gewoon gaaf, toch? Het is wel echt een goede foam pit tekening. Wacht. Hoeveel werk gekost? Ja, hè? Hoeveel blokjes zijn er? Hoeveel blokken zitten er in de foam pit? Geen idee. Dat wordt wel een leuke prijsvraag. Maar neem ik een andere voor jou. Wat vind jij van de tekening van de Brett Raket t-shirt? Ja, vet. Vet, hè? De vette raket. Het is Brett het raketje dan. Kijk even hoe groot die raket ik tussen mijn benen heb, jongen. Ja. Ja. Nou, het is laat. Ik had bij vlog 117 had ik een leuke winactie bedacht. Tenminste, ik dacht dat die leuk was. Misschien was die iets te moeilijk. We hadden aangekondigd dat je iets moest doen om ons YouTube kanaal te promoten en daar kon je een 20 rittenkaart mee winnen. Om precies te zijn hebben we 0 inzendingen gehad. Dus we hebben 1 inzending gehad, maar die kon ik niet zien. We gaan dus stoppen met deze winactie. Ik denk dat die te lastig was, te moeilijk of hij is niet goed begrepen. Maar nou gaan we kijken, wat vinden jullie een leuke winactie? Dus reageer even op deze video en misschien gaan we de winactie die jullie zeggen gaan we doen. Dus reageer even. Later. Oh, aan de kant. Zet je aan, Stevia? Klopt. We hebben nieuwe. Niet de doos op mijn kop. Ik hoorde het. Luister.